Ja, goedemorgen, Gil. Jij maakt altijd de column in het programma. Hier is hij, de Joep van Deurden column. Ik kreeg een man van 32 aan de lijn die de column voor zichzelf gekocht had. Mark de Hond. Ach. Mark de Hond was een van de eerste en jongste internetondernemers. Ze was maatschappelijk al behoorlijk geslaagd. Maar toen sloeg het noodlot toe. Mark kreeg namelijk een tumor in zijn rug en na een geslaagde operatie, maar een medische blunder daarna, kreeg hij een gedeeltelijke dwarslesie en belandde in een rolstoel. Hij kwam in aanraking met het rolstoelbasketbal. Zat na 2,5 jaar al bij de selectie van het Nederlands rolstoelbasketbalteam. En Nederland is er goed in, heel erg goed in zelfs. Oh, hey. Een team dat bestaat uit allemaal jongens met een bijzonder verhaal. Zo. Ik heb nu inmiddels alweer 8 jaar geleden een dwarslesie gekregen. In Deerwoed heb ik een ongeluk gehad. Toen ben ik achteraf blij door Friendly Fire. Ben ik door mijn benen geschoten en nu ben ik super. Ik ben geboren met een lichamelijke beperking. En zodoende ben ik van jongs af aan in een rolstoel terechtgekomen. In eerste instantie, leg er dan hoe vers dat de handicap zeg maar is. En als het nog maar een vrij verse is, dan is het eerst nog een verwerkingsproces waar ze in zitten. Dus daar moet je wel doorheen prikken. Dus je moet het ook niet gelijk gaan opdringen. Het is gewoon van, je laat ze in contact komen met. En dan nodig je ze uit, je geeft ze een keer een training en je laat zien wat het is. En dat hoeft niet allemaal ook topsporters te worden. Want ook voor de breedte sport, hè, want hoe breder dat je sport gaat worden, ja, hoe beter dat er uiteindelijk ook de top gaat worden. Dus er wordt hard aan gewerkt door de basketbalbond. En op die manier vind ik het ook mijn rol als coach zijn en als oud speler zijn om je gezicht te laten zien met die mensen bezig zijn, met die kinderen bezig zijn. Ja, om te laten zien wat rolstoelbasketbal is. Het heeft bij mij wel iets van 5 jaar geduurd voordat het kwartje viel van hey, volgens mij kan ik ondanks dat ik niet meer kan lopen net zo goed nog blijven sporten. En toen ben ik een keertje mee gaan doen met rolstoelbasketbal en sindsdien ben ik er eigenlijk aan verslaafd. Op het moment dat je met een groep mensen dat 8 keer per week samen gaat doen en daarvoor gaat trainen, de hele wereld voor overvliegt, om allemaal andere mensen die daar ook heel veel mee bezig zijn te treffen, dan valt het wel bij me. Ik had geen top voor. Twee jaar geleden ben ik dan begonnen, zeg maar. Maar sindsdien doe ik het ook wel elke dag. Ik ben zo blij dat ik weer kan bewegen en zo. Ik heb daarvoor dan een jaar eigenlijk niks gedaan. Toen ik eenmaal weer door had dat het sporten gewoon nog ging, dan ben ik daar gelijk weer verslaafd aan geraakt. Wij trainen hier sowieso 22 uur per week. En dan heb ik natuurlijk ook nog trainen bij mijn eigen club. We zijn 2 keer in de week met z'n allen in het krachthonk op Papendal. Daar trainen we met gewichten, elastieken, dan zitten we op evenwichtsballen. En het idee is om het lichaam sterker te maken. We moeten niet alleen beter gaan basketballen, maar we moeten ook gewoon sneller worden, sterker worden. En dat we ook, als er een fysiek duel is met een tegenstander, dat we die ook beter aankunnen. Als je naar Papendal gaat en je gaat trainen, dan wil je natuurlijk liefst lekker basketballen. Maar als we straks op de toernooien de concurrentie aan willen kunnen, dan moeten we gewoon zo sterk mogelijk zijn. Ze noemen mij ook wel in het team een speciale nickname. Dat is man zonder benen met voeten. Maar dat komt omdat we nu een teamgenoot hebben die geen benen meer heeft. Iedereen heeft gewoon zijn eigen verhaal, maar we lachen er gewoon om. Iedereen is gewoon gelijk. Iedereen heeft een lichamelijke beperking en weet je, mensen eigenlijk wel. Wat voor een tennisser zijn tennisracket is en wat voor een voetballer zijn voetbalschoen is, is voor de rolstoelbasketballer zijn sportstoel. Het is een sportwapen. Hij moet sterk zijn, hij moet snel zijn, op de juiste hoogte. Als je in de aanval gaat, dan wil je zo snel mogelijk naar voren. En in de verdediging, dan wil je je tegenstander keihard met tegenhouden. Weet je, een goede rolstoel is voor mij hetzelfde als goede schoenen hebben. We zijn 4 dagen per week op Papendal. Tussen de middag eten we daar in het restaurant. Neem we allemaal sla dan? Ik neem wel sla, ja. Dat is gezond, man. De sfeer in het team is eigenlijk altijd goed. Er zitten flink wat grappenmakers bij. Meestal gaat het aan tafel over 2 onderwerpen. Auto's en vrouwen. We zijn gewoon jonge gasten allemaal bij elkaar. Af en toe komen er ook mensen van buitenaf. Die zijn een oudere generatie, maar die zijn gewoon heel goed. En je moet gewoon een ideale mix hebben op dit moment. We zien elkaar vaker dan dat we elkaars vrienden en familie zien. En zeker als we een aantal maanden met elkaar in voorbereiding zijn op een toernooi, zit je eigenlijk voortdurend op elkaars lip. En als we trainingsweekend hebben, dan gaan we naar het congrescentrum en dan slapen we daar in het hotel.
Moet je erin. Ja. Oh, pak op, pressen! Klopt! Coach kaal, klein, heeft geen voeten. Normaal is hij is de beste speler geweest van de wereld. Ik vind hem echt een supercoach. Ik denk dat hij ons naar de juiste plek kan brengen van het Nederlandse rossenbasketbal. Ik heb 24 jaar in het Nederlands team gespeeld. Met basketballen 5 Olympische Spelers meegedaan of Paralympische Spelen meegedaan. Een keer goud, een keer zilver. Dus weet ik ook wel om hoe je die topsport ook moet bedrijven. Pressen. Als je wil winnen, dan moet je over lijken gaan. En met die instelling moeten ze ook spelen. Dit team investeert ontzettend veel tijd en energie en ook geld van bijvoorbeeld NOC NSF om dit team zo goed mogelijk te krijgen. En nu wordt het ook het moment van dat het niveau daar is, dat je daar ook wel wat aandacht aan mag besteden. Komend jaar is natuurlijk de plaatsing op het EK in Nazareth. En wij gaan zeker voor de Paralympics in Londen om daarvoor de gouden medaille te strijden.